op een dag. Het begon op een dag dat mijn vader zei, we gaan eens kijken of iedereen alweer is. We waren een paar dagen weg geweest. De hele stad had moeten evacueren. In allerijl hadden we een koffer gepakt en ons geschaard in de eindeloze rijen mensen die de stad uittrokken in de richting van de Belgische grens. Betty en Dave zaten toen in Amsterdam. Die merken er niets van, zei mijn moeder. Het was een lange en gevaarlijke tocht. We vervoerden de koffer op een fiets. En aan het stuur hingen volgepropte tassen. Bomscherven en mitrailleurkogels vlogen over onze hoofden. Af en toe werd er iemand getroffen en dan bleef er een groepje achter. Vlak bij de Belgische grens vonden we bij een boer onderdak. Na 2 dagen had Nederland zich overgegeven en zagen we bezettingstroepen al over de landweg rijden. En enkele uren later trokken de evacuees weer terug naar de stad. Het gevaar is geweken, kwam een stadgenoot ons vertellen. En we gingen mee. En thuis was alles precies nog zoals we het hadden achtergelaten. De tafel stond nog gedekt, alleen de klok was stil blijven staan. Mijn moeder gooide onmiddellijk de ramen open. Aan de overkant hing een vrouw haar dekens over het balkon. Ergens anders klopte iemand zijn kleden uit, alsof er niets gebeurd was. Ik ging met mijn vader de straat op. Naast ons stond de buurman in zijn voorlijn. Hij liep op het hekje af toen hij mijn vader aan zag komen. Hebt u ze gezien? Dat is niemand, hè? Nee, ik heb nog niets gezien. We gaan eens kijken. Maar de hele stad wemelt ervan. Dat is niet zo vreemd. Breda is een garnizoenstad, daar kan je zoiets verwachten. Het zal mij benieuwen of ze het hier lang volhouden. Niet lang, dat verzeker ik. En jullie? Wat doen jullie nu? Wij doen niets, maar waarom zou ik? Als je hoort wat ze daar ginds al... Zo ver zal het hier niet lopen. We gingen verder. Aan het einde van de straat kwamen we meneer Van Dam tegen. Kijk, hè? We zijn er allemaal weer. Ja, allemaal gezond en wel weer thuis. Heeft u al veel bekenden gezien? Zeker, verschillende. De zoon van de familie Meijer schijnt met een paar vrienden te zijn doorgereden naar de Franse grens. Zulke jongens zoeken het avontuur. Ik kan ze geen ongelijk geven. Uw andere dochter en zoon niet meegekomen? Nee, die zijn in Amsterdam. Daar zitten ze goed. Ja, voorlopig nog wel. We gaan eens verder. Wat bedoelde meneer Van Dam met voorlopig? Ach, hij ziet het somber in, denk ik. Net als die man bij ons naast. Je kunt er nu nog helemaal niets van zeggen, hè? We moeten maar afwachten. Maar denk je dat ze met ons hetzelfde zullen doen als... Ik durfde mijn zin niet af te maken. Ik moest denken aan al die afschuwelijke verhalen die ik de afgelopen jaren had gehoord. Het was altijd zo ver weg geweest. Hier kan zoiets nooit gebeuren. Hier is het iets anders. We gingen verder. En we kwamen aan bij het kantoortje van het kledingmagazijn van meneer Haas in de Catharinastraat. Verschillende leden van de Joodse gemeente waren als voor een vergadering bijeengekomen. Toen wij binnenkwamen, hadden ze het juist over een bijzondere dienst die gehouden moest worden. Daar ben ik het mee eens. Zei mijn vader. Zal dat binnen wel helpen? Vroeg de zoon van meneer Haas. Maar niemand ging erop in, dus men scheen het niet gehoord te hebben. Ik kreeg spijt dat ik met mijn vader was meegegaan. Ik begreep wel dat hij hier voorlopig niet weg zou kunnen. Omdat ik er niks voor voelde om in het roperige vertrek te blijven, ging ik de gang in, naar de winkel. Er was niemand. Ik liep langs de toonbanken. Rekken vol met kledingstukken. Hier had ik als kind vaak met de kinderen van meneer Haas gespeeld. Aan de muur hing een mantel.
zaten er nog in. Misschien werd hij wel niet meer afgehaald. Ik nam de mantel van het knaapje en trok hem aan. Voor de spiegel bekeek ik mezelf. De jas was veel te lang. Wat doe je toch? De stem van mijn vader. Ik had hem helemaal niet horen aankomen. Ik pas een jas aan. Het is nu geen tijd om over een nieuwe jas na te denken. Maar ik wil hem ook helemaal niet hebben. Ik deed de mantel weer uit. Ik heb je overal gezocht. Ga je mee? En hing hem weer op het knaapje. Het was druk op straat. Overal reden vreemde auto's en motoren voorbij. Een soldaat vroeg aan iemand voor ons de weg naar het marktplein. Het werd hem met veel hand- en armgezwaai uitgelegd. De soldaat salueerde, klikte zijn hakken tegen elkaar en liep in de richting die hem gewezen werd. Er passeerden ons nu herhaaldelijk soldaten van de bezettingstroepen. We liepen er gewoon langs. Zie je wel, zei mijn vader toen we bijna thuis waren. Ze doen ons niets. En, terwijl we langs het hekje van de buurman liepen, mompelde hij nog eens. Ze doen ons niets. Als kleine kinderen werden mijn zus en ik, wanneer wij van school kwamen, nog eens uitgescholden door andere kinderen. Dikwijls gebeurde het dat ze ons aan het eind van de kloosterlaan stonden op te wachten. Kom maar mee, zei Betty dan altijd ferm. En ze greep me bij de hand. Ik stelde wel eens kleintjes voor om een andere weg in te slaan of om te keren. Maar zij stapte door, mij met zich meetrekkend, recht op de scheldende troep af. Met haar schooltas links en rechts om zich heen zwaaiend, baande mijn zusje zich een weg door de zwermkinderen, die ons van alle kanten stompten en duwden. Ik vroeg mij vaak af waarom wij anders waren. De meester zegt dat Joden slechte mensen zijn, zei een buurkind dat van een katholieke school was, eens tegen mij. Jullie hebben Jezus vermoord. Ik wist toen nog helemaal niet wie Jezus was. Ik heb mijn broer eens zien vechten. Met een jongen die maar niet ophield vuile Jood te roepen. Hij hield zijn mond pas toen David tegen de grond had geslagen. Met een bloedend hoofd kwam David de kamer binnen. En mijn vader, die liet ontstond een litteken zien aan zijn slaap. Waar een jongen in zijn schooltijd een spijker overheen had gehaald. Bij ons in Twente werd al gescholden, zei hij. Ik had een vriendinnetje dat mij geregeld kwam halen om naar school te gaan. Nanny heette ze en ze had wit blond haar. Zij bleef altijd bij ons voor de deur staan. Ze kwam nooit naar binnen. En als de deur open stond, dan keek ze nieuwsgierig de gang in. Hoe ziet het bij jullie uit? Vroeg ze op een dag. Nou, kom maar kijken, zei ik. Maar ze durfde niet. Want haar moeder had haar verboden om bij Joden naar binnen te komen. Ik was toen al op een leeftijd dat ik daar lachen moest. Ik was 11 jaar. Ik zei dat mijn vader alle kinderen opat en dat mijn moeder er eerst soep van kookte. Sindsdien kwam ze stiekem, zonder dat haar moeder het wist, bij ons thuis. Ouder geworden merkten wij van dat alles nauwelijks mee. Kinderen beneden de 10 jaar. Zijn veel vreder dan volwassenen. Mijn vader was een vroom man, gesteld op een huishouden waarin de Joodse wetten en rituele gebruiken gehandhaafd werden. Het moet pijnlijk geweest zijn voor hem om te zien hoe wij ons daar hoe langer hoe meer aan onttrokken als gevolg van onze omgang met niet-Joodse vrienden en vriendinnen en om overal aan mee te kunnen doen. Voor deze was het moeilijkst. Hij was de oudste. Hij moest met alle wetten breken. Hij maakte het voor ons zusjes. Ik weet nog hoe ik met een vriend in een automatiek voor de eerste keer een konijnenpoutje had.
dat streng verboden was. Voor ik mijn tanden erin zette, aarzelde ik even. Zoals je doet wanneer je voor het eerst in het seizoen op de rand van het zwembad staat. Maar als je doorzet, is het de tweede keer al een stuk makkelijker. Op de bezettingstijd kreeg het woord verboden voor ons een hele andere betekenis. Het was verboden om in cafés en restaurants te komen, in schouwburgen en bioscopen, in zwembaden en parken. Het was verboden om een fiets te hebben, een radio, een telefoon. Als ik inderdaad nog een klein meisje geweest zou zijn, dan zou ik mij beslist hebben afgevraagd of dat nou kwam omdat wij Jezus hadden vermoord. In het eerste jaar van de oorlog werd ik ziek. En ik moest puren. In de tijd dat mijn ouders naar Amersfoort verhuisden en waar mijn broer ging wonen, die intussen getrouwd was. Ik lag in het paviljoen van een Utrecht ziekenhuis. En het werd mij verboden om uit bed te komen. Het onderscheid dat de doktoren ten aanzien van ons patiënten maakten, was dat tussen het ernstige en minder ernstige graden van TBC. Daarom was het ook dat ik dat uren helemaal niet zo erg vond als wanneer ik dat in een normale tijd had moeten doen. Alleen op de bezoekuren waren het de oorlog en de nieuwe maatregelen die aan mijn bed zaten. Maar het was alsof ik daar niet onder viel. Alsof het een andere wereld betrof. Toen mijn toestand zich verbeterde, kon ik mij daar niet langer aan onttrekken. Ik wist dat ik bij het verlaten van het ziekenhuis weer midden in de kloosterlaan zou stappen. Dat de scheldende troep op mij stond te wachten. En dat ik er weer doorheen zou moeten. Daar komt vader! Met een pakje! Wat zit erin? Waar? In dat pakje wat je bij je hebt. Nou, dat zul je wel zien. Kom maar. Ik volg hem naar binnen. Daar legt hij op tafel terwijl iedereen er nieuwsgierig naar kijkt. Er zit een touwtje om waarvan hij eerst zorgvuldig de knopen lospeutert. Daarna vouwt hij het papier open. Het zijn de sterren. Ik heb voor jullie allemaal wat meegebracht, zodat jullie zo al je jassen kunnen naaien. Mijn moeder neemt er één uit het pakje en bekijkt die aandachtig. Ik zal eens zien of ik gele zeilen in huis heb. Nee, oranje, je moet de oranje garen voor gebruiken. Ik denk dat het beter is, zegt Lotte, de vrouw van mijn broer Dave, om garen in de kleuren van je mantel te gebruiken. Ja, maar dat gaat dus afschuwelijk staan op een rode jasje. Dat is mijn zus Betty. Ze is uit Amsterdam overgekomen en blijft een paar dagen logeren. Jullie zien hoe je het doet. Als je er maar aan denkt dat ze aan de linkerkant en op borsthoogte moeten zitten. Hoe weet je dat nou? Dat stond geen krant. Heb je dat niet gelezen? Ze moeten duidelijk zichtbaar zijn. Wat heb je er veel meegebracht? Zegt mijn moeder terwijl ze ieder van ons een paar sterren uitdeelt. Kan je er zoveel mee krijgen? Ja, zoveel je maar wou. Het is wel gemakkelijk. Zo kunnen we er wat in reserve houden voor het zomergoed. We haalden de jassen van de kapstok en gingen de sterren erop na. Mijn zuster Betty deed het heel nauwkeurig met kleine onzichtbare steken. Je moet ze zoomen, zegt ze tegen als ze ziet hoe ik de ster met grote onhandige steken op mijn mantel zet. Het staat veel netter. Ja, maar ik vind het zulke onhandige dingen. Hoe krijg je nou een zoom in die ellendige punten? Je moet eerst de rijgdraad erin zoomen. Daarna spelt je hem op je mantel, naait hem vast. En dan haal je de rijgdraad er weer uit. Dan moet je goed zitten. Ik probeer het opnieuw. Ik was niet zo handig met naad en draad als mijn zuster. De ster kwam met een zotte scheep op. Ja, nou kan je niet meer zien wat erop staat. Maar het zal geen bezwaar zijn. Ze zullen het zo ook wel weten. Kijk eens, hij past precies in de ruit van mijn mantel. We bekeken dadelijk Lottes mantel die ze aantrok. Keurig, zei mijn moeder. Je hebt hem er netjes op gezet. Betty deed nu ook haar mantel aan en samen wandelden ze door de kamer. Oh, net koninginnedag. Wacht even, dan trek ik die van mij ook aan. Nou, die valt er zo eraf. Oh nee, die kan er nooit
Nederland. Tot drie en dan ga ik. 1, 2, 3. Wat doen jullie? Dat is mijn broer Dave. We zijn de sterren aan het opnaaien. Ik zoek mijn jas. Heeft iemand mijn jas gezien? Ja, die is daar. Maar hij is nog niet klaar. Ja, maar ik moet even weg. Kan ik hem niet nog zo aantrekken? Vandaag wil ik misschien nog zo. Oh, maar zal ik hem wel anders voor je opzetten? Ik ben er heel handig in. Laat me vandaag nog maar gewoon zijn. Toen hij het tuinhekje opendeed en de straat uitliep, keken we hem met ons vijven na, alsof er iets heel bijzonders aan hem te zien was. Mevrouw Spagers is ermee begonnen. Ze zei, we hebben ons allemaal laten fotograferen. Ik en mijn man samen en de kinderen. Ze zei, weet je, het is zo'n aardig aandenken voor later. Je weet nooit wat er nog zal gebeuren. En dan heb je tenminste een foto van elkaar. Dat moest wel op mijn vader. Ik vind het een goed idee. Laten we dan allemaal naar een fotograafsmelding gaan. En tegen ons zei hij, zorg dat je er goed uitziet. Er brak een drukke tijd aan voor mijn smelting. De een hoorde van de ander. Geregeld tegen het bezoek van kennissen die met hun portretten voor de dag kwamen. Ja, en ze stonden er allemaal hetzelfde op. Op een middag zou mijn moeder bij mevrouw Zwagers op visite gaan om haar ook onze foto's te laten zien. Maar nog geen half uur later kwam ze met een ontdaan gezicht thuis. Ze zijn weg. De hele familie Zwagers is ondergedoken. Ik hoorde het van de buren, ze hebben alles achtergelaten. Ik liep langs hun huis, het zag eruit alsof ze er nog woonden. Het was voor het eerst dat we hoorden dat iemand was ondergedoken. Waar zouden ze naartoe zijn? Ja, natuurlijk ergens op het land, bij boeren. Ze heeft me daar niets van verteld. Ja, wellicht niet. Zoiets hang je niet aan een grote klok. Ja, is wat. Om zo je boer achter te laten. Ja, maar mama, als je op vakantie gaat, laat je je boer toch ook zo achter? En dan weet je tenminste wanneer je terugkomt. Dat met 4 kinderen. Wat moet je daarom niet voor meenemen? Onderduiken. Het lijkt me zoiets als je terugtrekken uit het leven. Ik had ze zo graag onze foto's willen laten zien. Wie weet hoe lang ze nog weg zullen blijven. Hoe meer bijzonderheden te weten komen van een telegram,
ging ik met mijn vader opbellen bij Jens. Ik kon niet veel opmaken uit het gesprek. Mijn vader gaf me lange tussenpozen, korte antwoorden, alsof diegene die aan de andere kant van de lijn zat, een uitvoerig verhaal hield. Op het Merwedeplein zijn ze begonnen. Zei mijn vader toen het gesprek was afgelopen. Hij bleef even met de horen in de hand staan. S'avonds, om 9:00, zijn ze met overvalwagens voorkomen. Hij bleef in de deuropening staan, alsof hij aarzelde, tussen de straat en de kamer met de telefoon. Is het uw andere dochter? Mijn vader niet. Wat ben ik u schuldig? 60 cent. Langzaam liepen we over straat. Mijn vader keek strak voor zich uit. En ik zag het voor me. Ik zag die grote auto en ik zag mijn zus erin zitten. Je kunt niks doen. Je kunt geen hand uitsteken, zei mijn vader. En ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik voelde me net als die ene keer lang geleden dat ik haar bijna had zien verdrinken. We logeerden bij mijn grootouders in Twente en van daaruit brachten we een dagje aan de Dinkel. Ik was 7, Betty 8. We mochten pootje baden, terwijl mijn ouders onder een boom in de schaduw zaten. We plukten bloemen langs de waterkant. En Betty zei, kijk, daar aan de overkant staan mooie. En ze liep erheen en ik zag hoe ze in het water verdween. Onbewegelijk en sprakeloos bleef ik naar haar arm kijken, die alleen nog zichtbaar was, zodat ze zich aan een gaspol had vastgegeven. Mijn vader sprong toen gekleed in water en kon nog net haar hand grijpen. Lang bleef ik die boven het water uitstekende arm voor me zien. Het was een hele andere arm geworden dan die ze in werkelijkheid had. Als we samen speelden of we zaten aan tafel, dan keek ik naar die arm en dan kon ik er geen gelijkenis meer in vinden. We komen weer thuis na het telefoongesprek. Mijn vader gaat naar binnen, ik blijf buiten. En ga op het bankje zitten. In de perken bloeien tulpen en narcissen. Ik had de dag ervoor nog een paar geplukte onzienbaars had afgeknipt. Binnen vertelt mijn vader van de overvalwagen die is komen voor mij. Nu heeft het geen zin. Als zij haar arm uit die auto steekt. Als ze het al deed, dan was het omdat er binnen geen plek meer voor was. Want er was niemand die haar van buitenaf zijn hand zou krijgen. Ze zeiden tegen ons, jullie hadden al lang weg moeten zijn. Maar wij hadden onze schouders op, wij bleven. Ik mocht nu veel gaan wandelen. En achter ons huis had ik een wandweggetje ontdekt dat op een bos uitkwam. Het was er heel stil. Af en toe kwam er een boer voorbij, met melk aan. Hij keek naar de ster op mijn jas en groette schuw. Maar dat zou hij weer gedaan hebben. Op een wandel
zijn de oproepen. We moeten ons melden, zei Dave. Ik voel er weinig voor, zei Lotte. Alles is nog zo nieuw in huis. Ja, maar we zullen iets zien van de wereld. Het lijkt me wel avonturen. Het zal een enorme reis zijn. Ik ben nooit verder geweest dan België. We voerden onze kleren met bonte flanel en kochten rugzakken. En we stopten overal doosjes vitamine in. Ze hadden ons gezegd dat we dat moesten doen. Op de oproep stond ook nog dat we kampeerdekens mee moesten nemen. Dave zou ze in de stad gaan kopen. Toen hij bijna de straat uit was, kwam ik hem gauw achterop. Ik ga met je mee. Ze zullen niet gemakkelijk te vinden zijn. Oh ja, maar we zullen zien. In de bazaar waar we eerst voorbij kwamen, hadden ze alleen stekenbekers. Die breken te gauw onderweg. In de volgende winkel hadden ze wel bekers, maar die vond hij te klein. Maar daar kan toch niks in? Uiteindelijk kwamen we in de winkel waar ze bekers hadden die hij wel geschikt vond. Het waren rode, inklapbare bekers van een groot formaat. Wat zal erin komen, oma? Er kan van alles in, meneer, zei de bediende. Koffie en melk heet geserveerd of thee en limonade. Ze zijn van uitstekende kwaliteit, geven niet af, hebben geen bijsmaak en zijn gegarandeerd onbreekbaar. Dan zullen we er 3 nemen. Heeft u alleen rode? Ja, ik heb alleen rode. Maar om te kamperen staat het heel fleurig. U hebt gelijk. We gingen naar buiten. Dave droeg de bekers waar de bediende een keurig pakje van had gemaakt. Jammer dat we nergens in mogen. Anders hadden we in de stad koffie kunnen gaan drinken en ze meteen even kunnen proberen. Maar ze moeten eerst worden afgewassen. Onderweg naar huis kwamen meneer Zaagmeijer tegen. We hebben bekers gekocht. Mooie rode kampeerbekers. Voor alle 3 eet. Hebben jullie ook een oproep gehad? Mijn zoon ook. Ik ga nu proberen of er iets aan te doen is. Waarom? Het helpt immers niet. Ga maar mee, hè. Ga maar met mij mee. Ik ken iemand. Misschien dat die ook iets voor jullie in orde kan maken. Maar we hebben al gepakt. Meneer Zaagmeijer nam ons mee naar de kennis. Ik zal jullie helpen als je precies doet wat ik zeg. Jammer. We hebben al gepakt overal vitamines in Genaak. Ik heb net kampeerbekers gekocht. Als je erheen gaat, kom je nooit meer terug. Wees verstandig. Maar ze zullen ons oppakken als ze ons niet melden. Luister dan maar naar mij, hè. Kom vanavond om 9 uur bij. Op weg naar huis smaakte er geen van 2. Uiteindelijk zei Dave... Ik begrijp niet waarom de mensen ons zo bang maken. Wat zullen ze ons nu doen? Ja, wat zullen ze ons doen? We hadden iets kunnen zien van de wereld. Lotte stond ons in de voortuin op te wachten. Waar waren jullie nou? De dokter is langs geweest. Hij wil niet dat je weggaat, niet dat je beter bent. Hij heeft een attest voor je achtergelaten. We gaan geen van 3. En we hebben al kampeerbekers gekocht. Dave haalde ze uit het pakje en zette ze op het hekje van de voortuin. Wat zullen we er nou mee doen? We hoefden nu dus niet meer naar de kennis van meneer Zaagmeijer. Want Dave had een attest gekregen. En ik had al een attest, omdat ik ziek was geweest. Er stonden nu 2 bedden in de kamer. En mijn broer en ik liepen de hele dag in pyjama rond om in bed te kunnen springen, zodra er gebeld werd. En Lotte mocht ook blijven om ons te verzorgen. Maar mijn ouders, die moesten naar Amsterdam omdat ze boven de 50 waren. Dat was een nieuwe verordening. Dus ze mochten ook maar 1 koffer met kleren meenemen. En voor ze gingen moest deze koffer en de kamer waarin ze hadden gewoond worden verzegeld. Heb je niets vergeten? Vroeg mijn vader. Nee, niets. Mijn moeder liep de kamer op en neer alsof ze naar iets zocht wat ze nog mee kon nemen. Mijn vader stond naar buiten te kijken. Nou ja, ze zouden er voor 3 zijn. Het is al 5 over. Denk je dat die koffer weer open moet? Wel nee, daar hebben ze allemaal geen tijd voor. Ze plakken er even een zegeltje op, meer niet. Daar zijn ze. 2 mannen in zwarte leren jassen deden een tuinhekje open en belden aan. Dave en ik lagen al in bed. Lotte deed de deur open. Ze liepen zonder iets te zeggen naar binnen. Moet die koffer nog open? Daar komen we voor, zei een van hen. Ik had gezien hoe zorgvuldig mijn moeder alles had ingepakt. En nu zouden ze het allemaal weer overhoop halen, alsof er iets op de bodem lag dat ze kwijt waren. Toen de mannen weg waren, bekeken we de zegels. Het is een klein kunstje om de zegels los te maken en nog iets in de koffer te doen, zei ik. Je kunt ze altijd weer met gluten vastplakken. Peuterde aan een koekje en liet inderdaad gemakkelijk los. Nee, laat maar, zei mijn vader.
We hebben niets meer nodig. En trouwens, zo lang blijven we niet weg. Hij had zo'n onverwoestbaar optimisme dat het aanstekelijk werkt. Kijk, ze hebben natuurlijk jonge mensen nodig voor de oorlogsindustrie, want alle mannen zijn in het leger. De oude mensen moeten in Amsterdam gaan wonen. Daar maken ze weer een ghetto. Het zal een grote gemeenschap worden. Nou, laten we hopen dat het niet lang meer duurt. Ik wist dat mijn moeder aan Betty dacht. Ik maak het goed, schreef ze op een kaart die een paar dagen na de razzia van haar had gekregen. Maak je vooral geen zorgen. Als het niet te lang duurde, zou ze me daar wel vol kunnen houden. Ze is flink en sterk, zei iedereen. Ze zal zich er best doorheen slaan. Nadat mijn ouders waren vertrokken, stonden Lot en ik in de gang en bekeken het zegel dat over de deurpost geplakt was. De kamer kreeg iets geheimzinnigs door. Alsof er iets verborgen lag dat wij niet mochten zien. We gaan gewoon naar binnen, zei Lot. Met haar nagel spleet ze het zegel op de kier van de deur doormidden. We hadden het gevoel of we een vreemde kamer betraden. Voorzichtig, alsof we bang waren dat iemand ons kon horen, liepen we om de tafel heen, raakten even een stoel, een kastje aan. Ze hebben alles opgeschreven, fluisterde ik. We kunnen er niets meer uithalen. Schoof een vaasje. Het is zo net alsof het niet meer van ons is. Hoe zou het nou komen? Omdat ze overal met hun vuile handen aan zijn geweest, zei Lotte. We gingen de kamer uit en lieten het gescheurde zegel zitten. Ik kan het wel af en toe gebruiken. Ja, doe maar.
tegeltje. Ik zal de deur voor je openen, hè? Beter mijn tas niet. Ja, maar je had natuurlijk niet verwacht dat je zoveel te dragen zou hebben. Je kwam toch alleen voor het racket? Oh, ja. Ja, nou, dank je dat ik jou mag vragen. Het is een goed racket. Ja, ik zal maar even vragen. Het is zonde als ze in de kast blijft staan. En dan komt voorlopig toch niks van tennissen bij jullie. Ik doe de deur voor jou. Oh ja. Wat is er? Wil je even voor me uitkijken? Waarom? Ja, je moet zo oppassen tegenwoordig. Als ze me zo bij jullie uit huis zien komen, ja, je kunt nooit weten, ik zou me al nodig tot mijn hals gaan. Ik zie niks hoor. Nou, dag hoor. Het meisje wipte het hekje uit en holde de tuin van het buurthuis in. Het tasje bungelde aan haar arm. De staart van het stenen katje stak eruit. Weet je wat ik ga doen? Zei ik op de middag tegen mijn broer Dave. Ik ga naar Amsterdam. Kom je daar nou bij? Zei Lotte. Het lijkt me erg onverstandig. Ik heb er genoeg van. Ik wil me wel weer eens aankleden. Dat begrijp ik, zei Dave. Je kunt misschien nog het beste in Amsterdam zitten. Wij moesten er ook maar naartoe gaan. Maar hoe wil je het doen? Nou, ik haal een ster van mijn jas en ik stap in de trein. Heel eenvoudig. Als er dan maar geen strenge controle is. Ik zal er wel op net. Ik ga in ieder geval. Kindje, hoe heb je het durven doen?
Er was niks aan. De andere mensen van het huis kwamen, nu ze hadden begrepen dat er niks ernstigs aan de hand was, naar mij kijken. Heb je zomaar in de trein gezeten? Heeft niemand naar je persoonsbewijs gevraagd? Durfde je aan het loket een kaartje te kopen? Ze bekeken de plek op mijn mantel waar de ster had gezeten als een bezienswaardigheid. Er zitten nog gele draadjes in. Je moet hem er nu aflossen. Ach, je zult wel honger hebben. Mijn moeder verliet de kamer en kwam weer terug met een stapel boterham. Hoewel ik helemaal geen honger had, begon ik om mijn moeder maar niet teleur te stellen, toch maar aan een boterham. Ze stonden allemaal rond de tafel naar mij te kijken met gezichten waar zo'n blijde tevredenheid uitsprak, dat ik, zei ik met de grootste moeite, het hele bordje leeg had. Het huis in de Savatenstraat was somber. De kamers waren hoog, zwaar behangen en donker gemeubileerd. Tegen de tijd dat ik er kwam, had mijn moeder zich al helemaal aangepast en de kamers naar haar eigen wijze ingericht, zodat ik in de sfeer iets terugvond van ons huis in Breda. Toch bleven met zijn smalle gangen, donkere trappen en bruine geverfde deuren een typisch Amsterdams huis. Een smal draaitrapje leidde naar een souterrain vol met meubels, lampenkappen, rollen met zijde en dozen vol kralen en galons. Toen ik dat ontdekt had, bracht ik er uren door. Als kind had ik vaak op zolder in een kist met carnavalskleren zitten rommelen. Ik deed ze allemaal aan en liep er uren in rond. Zo omhing ik me nu in het souterrain met snoeren, kralen en met gouddraad bestikte bandjes. Op een ochtend komt mijn vader het trapje af. Hij heeft zijn jas aan en hij draagt mijn mantel over zijn arm. Trek die gauw aan. Mijn moeder komt achter hem aan de trap af. Hij doet het licht uit. En in het halfduister gaan we bij het getraliede raam aan de straatkant staan. Van daaruit kan je alleen de voeten van de voorbijgangers zien. De eerste ogenblikken passeert er niemand. Maar na een paar minuten verschijnen er grote zwarte laarzen die een hard klinkend geluid maken. Ze gaan schuin langs ons raam naar de stukrand waar een auto staat. Er lopen ook gewone schoenen naast de laarzen. Bruine mannenschoenen. Een paar scheefgelopen pumps. En sportschoenen. Twee paar zwarte laarzen stappen langzaam alsof ze het zwaarste tillen hebben naar de auto. Er wonen veel mensen in het huis hiernaast. Het is een rusthuis. En er zijn nog wel wat zieken bij. Een paar beige kinderlaarsjes blijven ons venster staan. De neusjes staan iets naar binnen en de veters van het ene laarsje zijn donkerder dan dat van het andere. Dat is niet shit. Ze groeit zo hard. Die laarsjes zijn nog veel te klein voor haar. Het kind trekt het ene been omhoog en alsof het hinkelt, springt het ene laarsje voor ons raam heen en weer. Tot er zwarte laarzen bij komen. We horen de deur van het huis rechts dicht zijn. De laarzen bewegen niet. Ze zijn goed gepoetst, zien er goed uit en blijven vlak roerloos voor ons staan. We kijken door ons raam, alsof het een winkelruit is waarachter iets bijzonders gedetailleerd staat. Mijn moeder houdt haar hoofd een beetje schuin omdat één stijl haar het gezicht beneemt. Mijn vader kijkt recht voor zich uit. De laarzen zetten zich in beweging en wij kijken toe hoe eerst de linker vooruit gaat. Dan de rechter. De linker. De rechter. Van het raam vandaan. De linkerkant. We horen de bel van het huis links. We blijven staan. Tot we geen laarzen meer zien. Daarna gaan we naar boven. En hangen de jassen aan de kapstok.
vrouwen huilen. Mijn moeder kijkt recht voor zich uit. Het is nu echt koud geworden. Maar ze heeft wel mijn kleding mee kunnen nemen. Ze had een rugzak klaar. We zijn nog van het oorlog. Daar gaat van weg iemand. Beneden heeft iemand een wetschool uit de heilige ark genomen. De rol is met paars fluweel bekleed en er zit een kroon met zilveren belletjes eraan. Zang barst los. Al zingend vouwen de man hun kleden op en trekken de vrouwen hun mantels aan. Na de dienst wachten men op elkaar. Men schudde handen en wenste elkaar goed Shabbos. Mijn vader stond er al toen wij naar buiten kwamen. Ik herinnerde me hoe erg ik het als kind vond om na school met iedereen mee naar huis te moeten. Ik was altijd bang kinderen van mijn school tegen te komen. De meeste mensen verspreidden zich snel over het plein. Sommigen gingen in de richting van de Weesperstraat, anderen naar het Waterloopplein. Een vriend van mijn vader vroeg of we een eind met hem op wilden lopen door de Nieuwe Amstelstraat. Mijn vrouw en kinderen naar buiten gestuurd, daar zitten ze beter dan hier. Maar waarom bent u niet met ze meegegaan? Nee, dat is niks voor mij, ik red me wel. Bent u nu alleen thuis? Nee. Ik zit bij mijn zuster. Die doet voorlopig ook nog niets. Wat zou je eigenlijk kunnen? Nou, je kan de deur achter je dicht trekken en verdwijnen, maar waar moet je van leven? Precies. Van leven. Je moet ergens van leven. We stonden op de hoek bij de Amstel. De kennis van mijn vader gaf ons een hand. Je moet die kant op, naar mijn zuster. Hij stak de brug over naar de Amstelstraat. Een kleine gebogen figuur, diep weggedoken in de zwarte kraag van zijn jas, met zijn hand aan zijn hoed. We liepen de Amstel langs. De brug over bij de nieuwe Herengracht, onder het gele bord. Het bord met de zwarte letters, Judenviertel. Aan de overkant heet het Overvallaag. Laten we de kortste weg naar huis gaan. We gingen de gracht op. We zijn zo thuis. Je hoort dat steeds meer mensen gaan onderduiken. Ja, we zullen voor jou ook maar iets zien te vinden. Nee, ik ga niet alleen. Als we nog in Breda wonen, dan zou het gemakkelijker gaan. Daar gaan we zo naar huis. Hier kennen we niemand. We hadden misschien gewoon bij de buren kunnen gaan zitten. Ach, overal, we hadden overal vrienden, ja. Maar hier kost het veel geld. Waar haal ik dat vandaan? Kennen we maar meer mensen? Laten we afwachten. Misschien zal het niet nodig zijn. En als het niet nodig is, dan zit je daar bij vreemden en bezorgt ze maar last. We waren weer bij ons huis aangekomen. Mijn vader stak de sleutel in het slot. Onwillekeurig keek ik de straat af voor we naar binnen gingen. Binnen brandde de haard en stond de tafel gedekt. Wat had mijn moeder nog gedaan voordat we weggingen? Mijn vader waste zijn handen en kwam bij ons aan tafel staan. Hij nam het geborduurde kleedje van het sabbatbrood, nam het kapje eraf en verdeelde het onder het uitspreken van het gebed in drie gelijke delen, die hij in het zout doopte. Ik mompelde mijn brogen en at het zouten korstje. Zo is het goed, zei mijn vader, en hij ging zitten. Ziek geweest en die middag lag ze weer wat opgeknapt in de zon.
Morgen begin ik aan een zomertrui voor je, beloofde ze mij. Mijn vader lag zwijgend een sigaar te roken en liet het boek dat hij op zijn schoot had dichtgeslagen. In het schuurtje vond ik een ander racket en een bal en ik ging er wat mee oefenen tegen het muurtje. De bal vloog er geregeld overheen en dan moest ik het tuinpoortje openen om hem in de straat op te sporen. De bal kwam ook wel eens achter de schutting terecht. Tussen onze tuin en die van de buren was een smalle geul met aan weerszijden een schutting. Je kon er net in gaan staan zonder gezien te worden. Terwijl ik naar mijn bal zocht, kwam mijn vader. Dat zou een mooie schuilplaats zijn. Hij klom over de schutting en samen hurkten we achter een boom die nog van ons, nog van de buren was. Onze voeten zakten weg in de zachte aarde en het rook naar rotte bladeren. Terwijl we daar zo in het half duister verscholen zaten, vloog mijn vader in. Hallo? Waar zitten jullie? Kun je ons zien? Nee. Waar zitten jullie dan? Hier, achter de schutting. Kijk maar eens goed. We gluurden door een spleet en zagen mijn moeder dichterbij komen. Ik zie jullie nog steeds niet. Mooi. Blijf jij nou even zitten. Moeder, kling jij me ook overheen? Ja. Maar waarom nou? Probeer het nou maar eens. Ze moest het een paar keer overdoen voordat hij vond dat ze het vlot deed. Geen mens die ons hier zoekt. Laten we nog even blijven zitten. Om te zien of we het lang in deze houding kunnen volhouden. Ik voel tussen de bladeren aan mijn bal. Ik ga weg en oefenen, zei ik en ik sprong in de tuin. Mijn ouders bleven zitten. Kun je ons zien? Nee, ik zie niks. Daarom kwamen ze weer tevoorschijn. Mijn moeder klopte haar kleren op. Ik ben helemaal vuil geworden. Morgen zal ik een kuil graven en de bladen wat wegharken, zodat we beter kunnen zitten. Die avond, na het eten, stond ik voor het raam en ik keek naar buiten. Er liep geen mens op straat. Het was zo stil dat je de vogels kon horen fluiten. Ga maar gauw weg bij gaan. Maar er is niks te zien. Toch draaide ik om en ging zitten. Mijn moeder schonk thee. Zacht bewoog ze zich tussen de theetafel en de mus. Misschien was het beter als we geen thee dronken. Wanneer ze mocht komen, kunnen we vlug de tuin in. Ja, het is zo ongezellig zonder thee. Vond mijn moeder. Langzaam werd het donker. Terwijl mijn vader de gordijnen dichtdeed, dreunden de eerste vrachtwagens voorbij. Hij bleef even met het gordijn in zijn hand staan en keek ons aan. Daar gaan ze. Ze rijden voorbij, zei mijn moeder. Aandachtig luisterde we naar de geluiden die van buiten kwamen. Het motorgerom verwijderde zich. Enige tijd bleef het stil. Daarna hoorden we opnieuw auto's door de straat gaan. En toen viel een stilte die we nauwelijks durfden te breken. Ik zag mijn moeder naar haar half gevuld theekopje kijken en wist dat ze het leeg wilde drinken, maar ze bewoog zich niet. We wachten nog 10 minuten, dan steken we het grote licht aan. Maar voor die 10 minuten om waren, ging de bel. Het was even voor 9. We bleven zitten en keken elkaar verbaasd aan. Alsof we ons afvroegen wie zou er zijn. Alsof we het niet wisten. Alsof we dachten het kan net zo goed een kennis zijn. Het was immers nog vroeg in de avond en de thee stond klaar. Ze moeten een loper hebben gehad. Ze stonden in onze woonkamer voor we ons hadden kunnen verroeren. Het waren grote mannen met lichte regenjassen aan. Haal jij onze jas even? Mijn moeder dronk haar theekopje uit. Ik bleef in de gang staan met mijn jas aan. Ik hoorde mijn vader iets zeggen, een van de mannen zei iets terug. Ik kon niet verstaan wat het was. Ik luisterde met mijn oor tegen de woonkamer. Weer zei mijn vader iets en weer kon ik het niet verstaan.
draaide ik me om, liep de keuken door, de tuin in, verstommen. Mijn voet stokte tegen iets rots. Het moest een bal zijn. Zacht trok ik het tuinbordje dicht en rende de straat uit. Ik bleef rennen tot ik op het Frederiksplein kwam. Er was niemand te zien. Alleen een hond liep snuffend langs de huizenkant. Ik stak het plein. Het was alsof ik alleen was. In een verlaten stad. De eerste dagen verweet ik mezelf dat ik mijn ouders in de steek had gelaten. Ik vond dat het beter zou zijn geweest als ik bij hen was gebleven. Zonder erbij te denken, was mijn tuinbordje uitgerend en pas toen ik op de Weteringschans voor het huis stond waar mijn broer Dave sinds enkele dagen zat ondergedoken, dacht ik eraan terug te keren. Maar de toren sloeg op dat moment het uur waarop geen mens meer buiten mocht zijn. En ik belde aan. Je hebt er goed aan gedaan. Je had niks anders kunnen doen. Maar ze zullen zich afvragen waar ik gebleven ben. Ze zullen zich ongerust maken. Ze begrijpen het wel. En ze zijn blij dat je er tussenuit bent gegaan. Maar als ik nou tegen de Hollandse schouwburg ga staan wachten tot ze eruit komen, dan zullen ze het misschien zien. Maar Dave verbood me. Hij vond het veel te riskant. Van buren uit de Servatenstraat hoorden we dat sinds mijn vlucht de hele dag rond het huis in de gaten hield. Nu ze mijn persoonsbewijs hadden, hadden ze ook mijn signalement. En omdat al mijn kleren er nog hingen, meenden ze dat ik die wel zou komen halen. Voor ik mij weer op straat begaf, onderging ik daarom een metamorfose. Lotte bleekte mijn haar. Ik zat aan de tafel met een laken om me heen, terwijl zij met een tandenborstel een mengsel van ammonia en waterstofperoxide door mijn haar borstelde. Na het wassen en drogen was ik rood, maar Lotte verzekerde mij dat ik na een paar keer bleke blond zou worden. Ik epileerde mijn wenkbrauwen tot nauwelijks zichtbare dunne streepjes. Er was niets donkers meer in mijn uiterlijk. Omdat ik blauwe ogen heb, stond het gebleekte haar mij beter dan bij Lotte. Zij had donkerbruine, bijna zwarte ogen met lange blauw-zwarte wimpers. Het blonde haar gaf haar iets onnatuurlijks. Eerst dacht ik dat ons nu niets meer kon gebeuren. We hadden andere persoonsbewijs. En het was net of we gewone mensen waren. Maar op straat voelden we ons niet altijd even veilig. Als we maar een agent zagen, verwachten we dat hij recht op ons af zou komen. En het leek of elke voorbijganger ons nakeek en wist wat we waren. Mevrouw K. zag het tenslotte ook. Zij was de vrouw bij wie mijn broer een kamer had gehuurd op zijn valse naam. Houden jullie zo van gebleekt haar? Ja, we vinden het enig. En wij hebben ook zo'n goed middel voor, helemaal niet schadelijk. Ze zou er verder geen aandacht aan hebben besteed als mijn broer Dave er niet ook mee begonnen was. Hij goot de hele fles over zijn hoofd leeg. U ook al? Mijn man heeft per ongeluk mijn peroxideplaats op zijn lotion op zijn haar gegoten, verklaarde het. Dacht al. S'avonds vroeg mevrouw K. of hij op haar kamer thee kwam drinken. Ze had visite en het zou zo gezellig zijn als zij er ook bij waren. Later bleek dat haar bezoek een pafferige man met slimme oogjes zijn oordeel over ons had moeten vellen en haar vermoedens had moeten bevestigen. Ik denk dat het beter is dat u morgenochtend vroeg vertrekt. Ze steekt haar hoofd in de kamerdeur. In de gang trekt de man zijn jas uit. Hij gaat fluitend de trap af. Ik weet nog een adres in Utrecht. Daar kunnen we het zeker terecht. Het is te hopen. Waar moeten we anders naartoe? Er staan nog deuren genoeg voor ons open. Aan die deuren moest ik denken toen ik s'nachts in bed lag en in slaap kon. Ik dacht aan de deur die ik als kind op zijderavond altijd open mocht zetten, opdat de vermoeide vreemdeling kon zien dat hij welkom was en mee aan mocht zitten aan onze tafel. Ieder jaar hoopte ik dat er iemand binnen zou komen, maar
Het gebeurde nooit. En ik dacht aan de vragen die ik als jongste moest stellen. Manistano halailo hazee. Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? En waarom eten wij ongezuurd brood en bittere kruiden? Dan verhaalde mijn vader op zangerige toon van de uittocht uit Egypte. En wij aten van het ongezuurde brood en het bittere kruid, opdat wij het nog zouden proeven tot in lengte van dagen. In een tweede pascoupé van de trein naar Utrecht zouden wij op elkaar wachten. We waren wel met z'n drieën naar het station gegaan, maar we namen kaartjes op verschillende loketten en passeerden ieder afzonderlijk de controle. Vlak voor het station zei Dave: ik denk dat het beter is om nu uit elkaar te gaan. We zullen in de tweede klas op elkaar wachten. Ja, maar is het niet heel omslachtig? Het is toch veel gemakkelijker om drie kaartjes tegelijk te kopen? Nee, het is beter zo. Ja, maar zullen we toch niet samen de hal in gaan? Als er nog niets gebeurd is, zijn we tenminste bij elkaar. Er zal niets gebeuren. Hij verwijderde zich van ons en ging de stations op. Wij deden wat hij gezegd had. We kozen een loket waar de anderen niet stonden en passeerden de controle en zochten zij Utrecht op. We hadden nog 7 minuten. Er was geen plek meer bij het naam aan de kant van het perron. Ik kon de anderen dus niet zien aankomen. Ik had wel verwacht dat ze gauw na mij zouden instappen. Ik had geen speciale controle gezien. Maar ze kwamen niet. Is dit de trein Utrecht? Oh, ja mevrouw. Ik dacht, misschien heb ik me vergist, maar dit is de trein Utrecht. Ja. Utrecht is een aardige stad, vindt u ook niet? Ja, het had er natuurlijk niet bij Amsterdam. Toch mag ik er graag zijn, het heeft iets intiems. Iets dat ik in Amsterdam dus mis. Er stapten nog een paar reizigers in, maar mijn broer Leven en zijn vrouw waren er niet bij. En dan, mijn hele familie woont in Amsterdam. Dat scheelt natuurlijk. Heeft u ook familie in Utrecht? Nee. Oh, dan heeft u er zeker kennissen van. Die heb ik ook. Hele goede kennissen zelfs. Ze hebben vroeger in Amsterdam gewoond. 1 minuut voor vertrek komt mijn broer Leef de coupé binnen. Hij gaat niet zitten en kijkt me niet aan. Hij zet zijn tas naast me neer en voordat ik iets kan vragen is hij alweer uitgestapt. De trein zet zich daarop direct in beweging, alsof hij het is geweest die het vertrek zijn heeft gegeven. Is dat uw tas? Ja, ik had hem vergeten. Aardig van die meneer om hem u nog na te komen brengen. We waren de huizen in Oost voorbij. En de trein reed nu in volle snelheid de stad uit. Och, het is maar een kippeintje. Je bent er eigenlijk zo. Maar ik vond het een dankbuur. Ik nam de tas op mijn schoot en staarde naar buiten. Toen we Utrecht naderden, stond ik op en liep de corridor in. Veel plezier vandaag in Utrecht. Die zin bleef in mijn hoofd hangen terwijl ik het stationsplein overstak. Voor de etalage van een schoenenwinkel bleef ik staan. Ik was zo misselijk dat ik bang was te moeten overgeven. Ik haalde een paar keer diep adem en dat hielp. Even later stond ik in het portiek van het huis waar ik zijn moest. Het is boven een kruidenier, had Dave 's ochtends nog gezegd. Zodra ik gebeld had, ging de deur open en ik ging naar boven. Het was een lange, steile trap met een donkerrode loper erop. Op het eerste portaal brandde een spaarlampje. Op de volgende trap lag hier en daar een roelos. Het was een nog langere en steilere trap dan de eerste. Bovenaan stonden een man en een vrouw. Ze keken naar me, maar ze zeiden niets. Ja, begreep het. Uw broer heeft van het station uit opgebeld en verteld dat u alleen zou komen. Zei hij nog meer? Ja. Zijn vrouw is bij de controle aangehouden. En hij zou zich bij haar voegen zodra hij telefoneerd had. Het spijt me heel erg. Ik heb hier geen plaats. Maar ik weet wel een goed adres voor. Ik merkte dat ik de tas nog steeds in mijn hand hield. De vrouw zette een kop thee voor me.
Ik legde de tas op mijn knieën en dronk. Diezelfde avond nog ging ik weer terug naar Amsterdam. Maar u kunt vannacht nog wel hier blijven. Maar dat wilde ik niet. Ik wilde meteen weer terug. En wel in de kennis in Amsterdam. Kom maar hier naartoe. Het was Wout, een jongen van het verzet die ik enige weken tevoren bij een Joodse familie had ontmoet. Als jij in moeilijkheden zit, bel me dan. Ik had niet meer aan hem gedacht tot op dit moment. Enige uren later stap ik met de pas van Dave in de trein. Ik heb niet opgelet of er speciale controles zijn. Wanneer ik dan nu gepakt zou worden, zou ik tenminste niet meer het gevoel hebben alleen achtergelaten te zijn. Wout stond mij op het Amsterdamstation op te wachten. Ik heb met oom Hannes afgesproken. Hij komt je morgenochtend halen. Ik vroeg niet wie oom Hannes was. Het klonk alsof hij het over een oom van me had en ik liet het maar zo. De volgende dag ontmoette ik oom Hannes. Je hebt gezien hoeveel onderduikers ik heb. Ik heb het gezien. Ik kan je hier niet bergen. Je zult verder moeten. Wat is goed? De jongen zal je brengen. Oom Hannes ging bij het raam staan. Zie je die boom daar? Als je bij die boom bent, dan zie je een overweg. Wacht daar op de jongen. Aarzelend ging ik naar de deur, niet wetend of ik meteen al weg moest. Oom Hannes staarde nog altijd naar buiten. Het allerbeste. De jongen kwam met twee fietsen aanrijden. Ik stond bij de onbewaakte overweg om te wachten. Hallo. Hoi. We moeten daar naartoe. Hij wees naar een pad dat door een weiland liep. Uiteindelijk kwamen we uit op een vaart met aan weerszijden kleine huizen. Voor een van de huisjes stapte we af. Hier is het. We liepen op een klimpad achterom waar een deur open stond die toegang gaf tot een keuken. Aan een tafel zat een vrouw aardappels te schillen. Ze had een mager gezicht met een scherpe schone neus en blond haar met een slordige pieken. Hier is ze. Wie? Het meisje. Nou, hou. Je wist er toch van? Je had je toch opgegeven? Dat wel, maar ik wist niet dat ze nou zou komen. Ze is nou gekomen. Ik stond in de deuropening met mijn ene voet in het gitter met een andere voet op de drempel. De vrouw keek even naar me en ging toen weer verder met aardappels schillen. We hebben nog geen bed. Het wordt gebracht. Wanneer? Misschien vandaag en anders morgen, denk ik. Als het maar waar is. Nou, ik ga weer hoor. Het allerbeste. Ga maar zitten. Aardappels vielen met een pond in de tel. We eten veel aardappels. U heeft zeker een groot gezin. We zijn met z'n zessen. En dan komt er weer een bij. Wij waren thuis met z'n vijven. Ik kon me niet herinneren dat er bij ons thuis zoveel aardappels werden geschild. Zijn de anderen allemaal weg? Ja. Er komt niemand van terug, zeggen ze. Het schip had geknerst. Een paar jongens holden de keuken in. Achter hen aan kwam een man. Het was een grote, forse man met enorme handen. Hij keek zwijgend naar me. Ook de jongens waren stil blijven staan. We hebben nog geen bed. Zo, brengen ze dat dan niet? De jongen zegt dat misschien vandaag of anders morgen zou komen. Nou ja, ze kennen zo lang bij jou in bed, dan kruip ik bij de jongens. De man liet zich in een oude leunstoel vallen en ging met zijn voeten op tafel zitten. En ik keek even naar. We zullen maar zeggen dat je een nichtje uit Rotterdam bent. We hebben geen familie in Rotterdam. We hebben wel familie in Rotterdam. In ieder geval heb ik een neef die er gewoon heeft. En als ze het bed nou niet brengen, dan haal ik het wel. De man rolde een sigaret en de vrouw gooide hout op de kachel. Heb je nou je zin hier? Ik zou liever in Amsterdam zijn. Waarom? Je zit hier betrekkelijk rustig. In Amsterdam is het al lang niet zo veilig voor je. In een café bij het station had ik met Wout afgesproken. Ik zat voor het raam tot ik moest wachten. Er waren weinig bezoekers en een grammofoon die Duitse liedjes horen.
Buiten speelden kinderen met een tolk. Heb je voor me geïnformeerd? Ja. Ze zijn doorgezien. Het is stoltijd. Een kind liet er tol draaien op de stoep. Het was een rode tol. Ze sloeg hem met haar zweepje naar, waardoor hij met een sierlijke boog de rijweg opvloog. En als een balletdanser rondwerkte. Plak van vrachtauto. Er passeerden een paar soldaten. Hun zware stappen klonken lang na. Het meisje had haar tol verpletterd teruggevonden. Ze zullen terugkomen, denk je niet? Ja, misschien is het nu gauw afgelopen. Laten we hier weggaan. Terwijl ik door de draaideur naar buiten stapte, stapte een Duitse soldaat naar binnen. We draaiden tegelijk. Het bed dat de jongen had beloofd te zullen brengen, kwam niet. En de man ging het ook niet halen. Hij kwam s'avonds doodvermoeid thuis en moest elke ochtend voor dag en dauw op. Hij was dagloner bij een boer. En het werk dat hij moest doen was vooral in de zomermaanden heel erg zwaar. Zondags nam hij er zijn gemak van. En sliep het grootste gedeelte van de dag. Af en toe stoeide hij wat met zijn vrouw. Maar heel kort, want ze werd er gauw kwaad van. Ik moest al die tijd bij de vrouw in bed slapen, terwijl de man het jongens in een ander bed sliep. Het was erg benauwd en de dagen vielen maar nooit werd gelukt. Ik sliep er slecht, want ik durfde me niet te bewegen, bang als ik was om de vrouw aan te raken. Ze had mij gezegd dat ze zich nooit was. Ik ben immers niet vuil. Ik trek iedere week schoon goed aan. Jullie hebben zeker een ruimer huis. Ja, ik denk het wel. En genoeg bed? Oh ja, een heleboel. We hadden vaak logees. Hoeveel waren het er? Ik dacht, ik kon dit huis niet meer zo goed voor het geest halen. Ik weet het niet meer. Het zullen er genoeg geweest zijn. Dat denk ik wel. Toch zonder van zo'n huis. Zo'n huis met van alles erin. Oh, maar als de oorlog voorbij is, zullen we er wel weer gaan wonen, hoor. Ja. Zei de man. Hij rolde een sigaret en keek me aan. Ja. Zei hij nog eens, nadat hij met zijn tong het vloertje bevochtigd had. Het was mijn laatste avond bij hem. De volgende dag zou ik weggaan. Het geld dat leven zijn kostbaar later raakte op en ik wilde met arme gezin niet langer nog wassen. Bout wist een nieuw adres voor me, in één steden. Ik zat aan tafel en bleed in mijn haar. Je kunt beter blond zijn van jezelf, maar dat is ze niet. En als ze het was, dan zat ze hier niet. Jullie soort mensen zijn altijd donker. Nee, niet altijd hoor. Nou, je kunt toch altijd zien wat ze zijn. Ik heb dus een jodenman gekend. Dat was een nette man. Hij kwam vaak bij de mevrouw waar ik gediend heb. Je bent aardig blond geworden. Niet onnatuurlijk. Nee, er is niks verdachts aan iets. Maar daar was ik niet zo zeker van. Hoewel ik mij compleet vertrouwd had gemaakt met de gedachte op een dag ook gepakt te zullen worden, voelde ik me op reis weinig op mijn gemak. Doe maar gewoon. Wat voor naam heb je me gegeven? Een mooie naam. Ik moest denken aan een tante van me die eens zeer ernstig ziek was geweest. En werd voor haar gewenst in de shoe. Men gaf haar een andere naam. Een mooie naam van iemand uit de weg. En zij herstelde. In de bus bekeek ik de persoonsbewijs. Mijn pasfoto met lichte haar, mijn vingerafdruk. Ik las mijn naam. Het was alsof ik aan mezelf werd voorgesteld. Ik zei mijn baak er zacht voor hem. Later, toen we in Heemstede langs een smalle vaart liepen, wees wacht mij op een laag oud huis. Hier is het. Je zult er volkomen veilig zijn. We staken een brug over met een ijzeren hek. Een lang blond meisje, en overal, kwam ons tegemoet. Ik zei mijn naam. Mijn nieuwe naam.
t'enfuis, viens chercher l'oubli dans ton nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus doux. Et pourtant, j'attendrai ton retour. Op een dag
oom gestorven was. Ik ging weer naar Zeist en in de trein dacht ik eraan hoe vreemd het zou zijn mijn oom niet aan de hand te zien. Onwillekeurig keek ik bij het uitstappen om me heen. In de half donkere kamer zat mijn tante aan tafel met een kruiswoordraadsel voor zich. In haar hand hield ze een potlood met een scherp gestreken punt. Ik ging bij de leunstoel bij het raam zitten en schoof de gordijn opzij. Aan het einde van de straat was een gedeelte van het wachthuisje zichtbaar. Hij zat daar altijd. Hij keek naar de tram. Ja, van hieruit kan je hem zien aankomen. Dat zei hij ook altijd. Ik heb het eigenlijk nooit goed gezien. Mijn tante kwam achter me staan en boog zich over me heen. Nauwelijks. Ik kan er nauwelijks iets van zien. Maar dat was niet waar. Vanuit de stoel van mijn oom was de halte duidelijk zichtbaar. En nu begreep ik ook waarom hij had gezegd er mij niet met tante over te praten. Even voor ik wegga, komt ze met een kostuum aandragen. Hier. Oom heeft gezegd dat ik het maar aan jou moest geven. Ik kan er niks mee. Geef het maar aan iemand die het gebruiken kan. Ze buigt zich weer over haar kruisbordraadsel als ik de kamer ga. Langzaam loop ik naar de hal. Ik had al gezien dat er nog geen tram gereed stond. Maar er was er intussen een van de andere kant aangekomen. Ik bleef staan om te kijken naar de reizigers die uitstapten. Alsof ik op iemand wachtte. Iemand met een vertrouwd gezicht vlak voor het mijne. Maar ik miste het geloof in mijn ogen. Ze zouden nooit terugkomen. Mijn vader niet. Mijn moeder niet. Betty niet. Nog Dave en Lotte.